Welkom bij een nieuwe video van Benny's 50's en de Dutch Pickers in Amerika. Nou, we staan al een tijdje buiten te wachten, maar daar zijn ze hoor. Kom op, rijden. Let's go. We gaan naar een autobeurs in Wisconsin. Het is een beetje vroeg, maar ja, dat hoort erbij. En met de grote truck. Gisteravond alles van de kleine in de grote truck gedaan. Nu hebben we tenminste ruimte om te kopen. We gaan een half uurtje rijden. En dan hebben ze hier gewoon een huis en hebben ze parking $15 per dag. Mag je hem neerzetten. Kijk, en daar staan ze in de staging, zie je? Te wachten. We gaan er langs, we zijn voor de Benny's 50's. En dan rijden we gewoon langs al die rijen. Chuck staat hier denk ik tussen. Chuck kennen we ook van de Chicago shows. Die handelt in autospullen. Vrijwilligers. Nu slaan we in de rij. Dadelijk mogen we oprijden naar de stand. We hebben een klein steentje. En die truck past niet eens in de stand. Die steekt een beetje uit, maar ja, het is niet anders. Anders hadden we twee stands moeten huren. Dat is veel te duur, joh. Fuck, dus hebben we al die rijen afgelopen. Ja, best wel leuke dingetjes. Ik zal jullie even vertellen hoe het de geweldige reis hier naartoe gegaan is. Het was niet zo fijn. We kwamen aan op Schiphol. En douane, alles geregeld, maar we hadden nog geen plekken in het vliegtuig. Wat bleek nou, kreeg ik te horen dat we op een wachtlijst stonden. Ja, daar zit je natuurlijk niet op te wachten als je een planning hebt in Amerika en een vrachtwagen hebt gehuurd en de hele rampentamp. Je moet op deze show zijn, vroeg in de morgen. Ja, dan moet je. Je moet eigenlijk gewoon vliegen. Dus ja, nou, gewoon niks. Gewoon, nee, meneer, even wachten. U hoort straks of er een stoel is. Ik denk, nou, dat gaat hem niet worden. Dus iedereen al aan het boarden en naar binnen, al die mensen. Ik denk, nou, dit wordt hem niet. Vervolgens hoor ik mijn naam. En ik had natuurlijk de videoman bij me. Zeggen ze, ja, één stoel. Ik denk, ja, jezus, ik denk, één stoel. Ik denk, ja, ik pak hem maar, want ik moet die vrachtwagen ophalen. En ja, als ik naar de show moet ik naar de show. Dus ja, mijn dag gezegd tegen mijn cameraman. En ben ik gaan vliegen. Ja, toen werd het nog spannend. Gelukkig was ik nog steeds in Milwaukee waar we dus heen gevlogen zijn. Want ik moest de volgende ochtend pas die vrachtwagen ophalen. En de dag daarna pas hier op de show zijn. En ja, dan werd het nog spannend of de cameraman kwam. Maar gelukkig, ik had een appje in de ochtend toen ik wakker werd van ik zit in het vliegtuig. Maar ja, dan moet je wel tot 4 uur 's middags gaan zitten wachten. Terwijl je die vrachtwagen hebt en alles, ja, om hem weer op te halen. We zijn gelijk s'avonds natuurlijk doorgereden naar helemaal naar het noorden, 3 uur naar het noorden. Dus ja, wij waren hier pas gisteravond laat. En toen moesten we nog de vrachtwagens overladen, want mijn vader die had een kleinere wagen. En ik had de grote bij me. En de kleine was vol. Dus ja, als we hier wat gaan kopen, past het niet meer. Dus dat hebben we gisteravond dan ook nog even gedaan. Maar het is, ja, het is uiteindelijk allemaal weer goed gekomen, gelukkig. Ja, 5 benzinepompen en een hele mooie grote light-up mobiel sign. Dus, goed begin. De beurs is nog niet eens open. We reloaded into this one. Then we switched to the 26 foot. So now we have more space to buy. And then it goes Mayfield, New York. We are loading a 40-foot high cube container.
Oh, wow. Yeah. Heb je hier folders of niet? He's our neighbor from last year. Yeah, I was up on L67. We bought signs from him. I had a camper like this, and you guys backed this towards my camper. Yeah. Because we're nice people, you know? Man, het wordt nu al warm. Het is 10:00 ochtends. Het is 9:00. Nee, 10:00. 10:00. Hij weet waar je staat. We can put it sideways or no, whatever. We leave it like this. Yeah? I think we're good. If you're leaving tonight again? Yeah. We're leaving tomorrow, tonight? I mean you're we're leaving tonight, so we have tonight. Yeah. So we can get you out. That's yes. The that's the thing, yeah. Well, we'll work. Ja, nou ja, niet alles. Er kan er wel wat bij, maar we gaan niet alles kopen. We gaan wel leuke dingen voor de klanten kopen. Dat gaan we wel doen. Buying already, buying. Did you buy the pump? I did. Yeah? Yeah. Shit, man. I'm late. Man. I'm too late. It's alright, there's a lot here, they're all coming so in. So how much is it? I don't know. I like it. Good to see you, when did you get in? Day before yesterday. Good. Yeah. Awesome. Did you get the pumps this morning or no? Did no. You pick them up yet? Okay. No. They're on my trailer, so yeah. Tonight. Tonight. That'll work out good. Yeah. That'll work out good. So well, happy hunting. Hey, if you tell me how much it is, then you don't have know, to drag it. It's heavy. It's got all the guts in it. You don't like guts. Oh, but you don't. We'll pick it up in the phone. But then you don't have to drag it around. I know. They said I could keep it here all weekend. Yeah. Good to see everybody. The weather is good. It is good. There's no rain and they're coming in. Maybe so. Too good. No, this is good. We don't want that rain and stuff. No. So. Today's the day. So all right. Loading, so. I have to keep going because Chuck is around. He's buying everything. Way, he's buying everything. Dubbelzijdig, wel leuk. Het is niet zo'n bekend merk. Het, benzinepomp, net als Shell. This one. This one. Neem jij die even? Kijk, zijn maar Afort-onderdelen. Ja, ga je nou allemaal Afort-onderdelen kopen terwijl je niet weet wat je nodig hebt? Ik heb nog een heel pakhuis vol met Afort-onderdelen. Die borden zijn allemaal nieuw, hè? Je ziet heel veel, hè? Ja. Van zulke borden. Zie je die antiek mollen? Het lijkt mooi oud, hè, allemaal. Er staat een oud Philips 66 bord daar. Ja, hopen dat het oud is. Ik heb die daar, die is gerestaureerd. Ja. Heb ik een foto van gezien. En dan die twee kleine hier. Oké. Die zijn wel mooi. Die hebben we al gekocht. Nou ja, deze twee pompen, die zijn heel populair. Die zijn helemaal origineel. En dan heeft hij die nozzels en die slangen erbij. En daar staat er eentje, die is helemaal gerestaureerd. Maar die heb ik op foto gezien, dus die hebben we ook gekocht. Dus dat is een goed begin. Er is een vrachtwagen en een pick-up truck gemixt. Dat daar aan die kant ook altijd goede zit, hè? Ja. Daar hebben we toen die Wendy's gekocht en zo. Ja. Oh ja, en die hele achterkant. Ja. Mooi blik. Mooi oud Pepsi blik. Kijk je toch? Een soort siroop. Om waarschijnlijk uit zo'n apparaat te halen. Dus echt leuk voor decoratie. Voor bij je thuis, in je keuken, tafeltje, biertje erop. Je kan er alles mee doen wat je wil. Hij is uit oktober 1942. Verkrijgbaar straks bij de 50 Store. How old are you? 81. Yeah. He's 84. That's yeah. Too much. And we love to do it, but yeah, exactly. But it's getting hard, huh? It's getting harder. Yeah, it is. Every year. Yeah. And this is the website. Okay. Yeah. Well. Good. All right. Have fun. Yeah. You too. And see you later. Yeah. Je hebt altijd weer hele gave spullen voor ons. Alleen ze hebben nog niet uitgepakt. De Swedish guys. The Netherlands. De Sweden early. Guys. I know. Bedankt voor het kijken naar deze video van de Dutch Pickers en Benny's 50's in Amerika.
druk bezig met inkopen. Komt allemaal weer in de volgende video.